een groot en merkwaardig ensemble dat voor de uitsmijter van dit seizoen wat dit programma betreft gaat zorgen. En het is een man die we in de eerste uitzending als eerste in het programma had. Contrapunt in de muziek, contrapunt in de programmering. Het is Gregor Serpan. Dag meneer Serpan. Goedenavond. Er is heel wat gebeurd sinds die avond in oktober dat we van start gingen. Hè? Dat is zo, dat is waar. Vertel. Ja. Nou, we zijn nu weer bij u. U gaat begonnen met mij en eindigen u ook met mij. Ja, dat weet ik. Maar er is inmiddels veel meer belangstelling gekomen voor Roemeense muziek. Jazeker. Wij hebben een Roemeense orkest laten komen uit Roemenië, uit Boekarest. En de nieuwe plaat van Bazaar, de nieuwste plaat. En dan mogen wij u... Dat is van firma Bazaar, de nieuwste, die grootste succes wat is die geworden laatste tijd. Nou, dat is een betere hoest dan de vorige, want we speelden nu met de verkeerde hand viool, hè? Dat is nu, herinner ik me nog. Na 12 jaar weer nieuwe opname. Na 12 jaar. Is er ook nou vanuit de kant van het restaurantbedrijf meer animo voor dit soort ensembles? Ja, beslist, ja. Die wordt veel naar gevraagd nu, in de laatste tijd. Ja. U hebt een aantal fantastische solisten uit Roemenië laten overvliegen. Een violist, een cembalist, een panfluitist. En een contrabassist. Ja. En die andere is van Nederland uit, hier. Ja. Zo. En dat wordt ontzettend vurig wat er nou gaat gebeuren. Ja, je moet het horen eerst. En uw zoon staat weer naast u? Ja, zeker. Een groot virtuoos. Nou, we niet langer praten. We gaan luisteren naar... Oh ja, hoe heet het stuk, het eerste stuk? En Ciamparalli. Dat is een provincie in Roemenië, in Dobrogea. En dan als iemand trouwt, hè, jonge paar, dan worden geschenken gedragen met een plateau... Elke keer, en dat is zijn matverdeling, 7/8. Erg merkwaardig tempo. Ja, en als u dat gedaan hebt, dan speelt u nog wat? Dan speel ik nog een andere, die gaat die mensen naar die bergen. En dan speel ik een doina van Bergen. Alsjeblieft. Nou, er staat ons heel wat weer te wachten. Vurig muzikaal werk van Gregor Serpan.